hele grote klap. Ik denk dat hij gewoon vannacht gevallen is. Ja, er is hier voor de rest niemand die dat kan zien natuurlijk. Het is zonde van de boom. En het is heel vervelend voor de monumenten die eronder liggen. Ja. Die zijn allemaal stuk. Het zijn een stukje historie. Ja. Er zijn nog emoties bij voor mensen. En dat is ja, het hele oude gedeelte. Vooral de monumenten zijn gewoon wat ouder, zeg maar. En hebben ook bepaalde vormen, bepaalde delen die tegenwoordig niet meer gemaakt worden. En die zijn dus nu allemaal zwaar beschadigd? Die zijn zwaar beschadigd. Daar moeten we naar gaan kijken hoe we dat gaan oplossen. Wat schat u ongeveer in qua schade? Dat loopt in de duizenden euro's. Ja. Er schijnt dus heel veel groot materiaal bij te moeten komen. Het zijn hier smalle paden. Dus er moeten rijplaten naartoe voor het zware materiaal. En ja, er moet een aannemer bij komen om het allemaal weg te halen. En daarna gaan we naar de schade bekijken van de monumenten die eronder vandaan komen.